40 jaar een idool. Om dat te vieren heeft hij speciaal voor Nederland een cd uitgebracht, een dubbel cd, waarop al zijn grote hits staan. En heel veel fans stonden in de rij om een exemplaar met handtekening te bemachtigen. Duizenden mensen waren naar een warenhuis in Amsterdam gekomen om een glimp van hun idool op te vangen. Cliff Richard had maar liefst 60 hitnoteringen in ons land. Het was 1982, toen hoorde ik Daddy's Home. En dat nummer vond ik gewoon geweldig. En eigenlijk vanaf dat moment is het gekomen. En sinds die tijd ben ik een beetje gek daarmee geworden. En hij maakt gewoon ontzettend goede muziek en hij zingt goed, hij heeft een mooie stem en ja, het speelt allemaal mee. Cliff zelf begrijpt alle aandacht wel. If I was a fan, if in my youth I could have met Elvis for 2 seconds, I would have loved it. Living Doll werd voor het eerst in 1959 uitgebracht. En het werd opnieuw een hit toen hij het in 1986 met de Young Ones opnam. Op de nieuwe cd staan beide versies. Not many people have a number one record with the same song 27 years, separated by 27 years. I didn't think it would happen to me, but it did. De verzamelcd komt alleen in ons land uit. Nederland heeft altijd al een bijzonder plekje gehad in het hart van de zanger. Because it's one of the first countries we came to outside Britain. And the people liked us, the Shadows and myself. So we always liked it here. And also for a period of time, maybe it's still true, I don't know. But Holland was like a trend-setting place. You know, you'd have a record that was a hit here. And then afterwards it would become a hit somewhere else. Ja, de schijnbaar eeuwig jonge Cliff Richard en het album heet 40 Years of Hits in Holland.